Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors. Fernandinho dus vanavond nog. De aanvoerder in principe is die band vanaf volgend seizoen voor Kevin De Bruyne. Want Aguero vertrekt, Fernandinho vertrekt en Zinchenko is ook vertrokken. Foden trekt een sprintje, het gaat achteruit De Bruyne. Dit is een flinke schietkans, afgeblokt uitstekend door Florenzi, maar er wel ingelegd door Mahrez. En daar is de 1-0 al voor City na nauwelijks 10 minuten. En nu geen afgeweken bal of een vrije trap door de muur. Maar wel fraai afgewerkt na een goede aanval van City. Wat begon met een lange bal van hem, Ederson, lang op Zinchenko, die heel hoog staat op de middenlijn. De verdediging van PSG op de helft van City Zoar, net over die middenlijn zelfs. Veel vrijheid en dan goed gekeken en de aansluiting belangrijk. Die inspanning van De Bruyne hier tot op de rand van de 16. Het is een klapje voor PSG, maar het verandert niets aan het uitgangspunt. Ze moeten twee keer scoren, dus dat verandert niets. Nou, kan geen voorzet trappen, ook niet binnendoor. Dan maar Neymar. Voor Di Maria. Veel volk nog voor de goal. En Marquinhos op de lat. Wat klom hij hoog, maar de bal viel niet snel genoeg. Eerste grote kans voor Paris Saint-Germain. Marquinhos, IJzenaar weer hij met de gelijkmaker. Maar het boogje reikte te ver en hij viel op de lat. Lijntje van City redelijk hoog. Neymar. En Ederson komt hem plukken. Ah, Kimpembe, geraakt. En... oh! Wat was dat? Balverlies van Silva. Neymar ernaast. Wat zeg ik? Di Maria ernaast. Ja. Snel uitgeworpen van Ederson. En dan Silva, die wil vertrekken. En onmiddellijk de bal kwijt is aan Di Maria. Direct trappen, net naast. Ja, dat scheelt niet veel. PSG nog even opletten. Goeie beweging en ja, oh, het was nodig dat Navas daar nog de save deed. Ja, ja. En Silva zag zijn schot nog afgeblokt. Maar een flukse beweging. Nou, en je denkt altijd, hij gaat toch naar zijn linker. Een superscherpe hoek. En de vrije trap, daar waren we gebleven. Voet van Fernandinho weer. Florenzi en De Bruyne neemt aan. Foden kan zich op gang trekken. Nog drie mensen mee, De Bruyne. Perfect voor Foden. Geweldige goal. Geweldige goal. Mahrez. Zijn tweede en zijn derde op twee wedstrijden. Maar wat is dat heerlijk gevoetbald. Dat is een copyboek counter en Guardiola weet dat het voor elkaar is. Neymar is ontevreden. Neymar is ongelukkig. Neymar ligt uit de Champions League. 2-0. Twee keer Mahrez. Hola. Nou, Di Maria op de voet getrapt van Fernandinho. Ja, een rode kaart. Ja. Di Maria moet eraf. Zelfde. Iedereen rustig blijven nu. Reactie. Zoals in de heenmatch. Nou ja, en Kuipers aarzelt niet. Pochettino. Komt zijn spelers kalmeren. Alles voorbij, nu zeker. Hup. Dat is echt een trap naar het been, naar de voet van Fernandinho.
geen discussie mogelijk. Wij kijken naar Foden met Kimpembe. Foden tegen de paal nog eens. Oh, geweldige actie van Phil Foden. Hij gaat ons de komende 10 jaar nog veel plezier verschaffen. Ja, leuk balletje van Fernandinho in 1 tijd. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.